snelheid. Al snel gaat het ook deze keer richting 200 km per uur. Dan krijgt de bestuurder uiteraard een stopteken. De snelheid loopt iets terug en het lijkt of de bestuurder met zichzelf en zijn passagier overlegt. Zullen we stoppen of niet? Voorlopig niet dus. Een inhaalpoging wordt op behendige wijze gepareerd. Deze bestuurder gaat niet vrijwillig stoppen. Als de geëikte teller 240 aangeeft en de normale snelheidsmeter al lang in het niet staat te wijzen, moeten we lossen. De auto verdwijnt langzaam maar zeker uit zicht. De Duitse grens komt ook deze keer weer in zicht en besloten wordt om deze keer de achtervolging te staken. Het wordt te dol. Uiteraard kwam er wel een proces verbaal. Dat wil zeggen in dit geval een schikkingsvoorstel van de officier van justitie. En dat ging dan naar de kentekenhouder. Het bedrag? 7.500 gulden.